komende periode wordt er hard gewerkt op de Haagweg. De staatsspoorbrug krijgt een nieuw brugdek. En ook de vier heftorens die eerder werden verwijderd, die zijn gerestaureerd en worden teruggeplaatst. Autoverkeer moet omrijden. Fietsers en voetgangers, die kunnen er nog wel door. Op een enkel momentje na, als er echt gehesen wordt, dan is het te gevaarlijk. En dan moeten de fietsers omrijden. Voor de voetgangers worden dan pendelbusjes ingezet. Bijvoorbeeld aanstaande vrijdagochtend gebeurt dat. Het brugdek is op een grote boot neergelegd. Vanuit de spoorhaven wordt het door een duwboot en een sleper naar de Rijn gebracht en afgevoerd. Een precisiewerkje, in ieder geval om de dekschuit met brugdeel uit die spoorhaven te halen. Maar dat lukt goed onder andere met de hulp van de duwboot, de Jason van Paul Groene uit Leiden. En daar gaan ze, de stad uit. Vrijdag dan komt het nieuwe brugdek en zal de route weer even helemaal geblokkeerd zijn, ook voor voetgangers en fietsers.